Hi, ik ben Naomi Bredenhof, ik ben 21 jaar en ik ben onderdeel van Heartbeat Nederland. En dit is mijn preek van de week. En daar zaten ze dan, de volgelingen van Jezus. Jezus was gekruisigd en er leek geen hoop meer te zijn. Jezus had ze keer op keer voorbereid op zijn dood en opstanding. Maar ze hadden het niet begrepen. Het enige wat zij nu konden zien? Hun meester was dood en lag in het graf. Hoe moesten ze nu verder? Iedereen heeft wel eens situaties waarin er geen hoop lijkt te zijn. Misschien is het een moment waarop je teleurgesteld werd omdat het leven niet liep zoals jij graag had gewild. Of je voelde je hopeloos omdat mensen om je heen je slecht behandelden. Jezus' discipelen hadden hun hele leven toegewijd aan Jezus. Ze hadden alles achtergelaten om maar achter Jezus aan te kunnen gaan. En nu was ook Hij weggevallen. Laten we eens kijken hoe zij in het midden van al die wanhoop reageerden. In Lucas 23, vers 56 staat: de vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen, gingen naar het graf en zagen hoe het lichaam erin werd gelegd. Daarna gingen ze naar huis en maakten speciale kruiden en olie klaar om hem te balsemen. Op de Sabbat namen ze rust, want dat is volgens de Joodse wet verplicht. Deze vrouwen besloten om alles te doen wat ze nog konden doen. Ze maakten speciale kruiden en olie klaar om hem te kunnen balsemen. Maar dit lijkt ook op wat mannen deden voordat ze Jezus in het graf legden. In Johannes 19, vers 40 staat dat de mannen het lichaam van Jezus wikkelden in linnen, waar ze allemaal geurige kruiden in hadden gestopt. Zo eerden ze Jezus door zijn lichaam te verzorgen. Daarnaast namen ze ook rust op de Sabbat, zoals Gods wet voorschreef. Naast hun teleurstelling en hun verdriet deden ze dus twee dingen: Gods woord gehoorzamen en Jezus eren. Hier kunnen wij ook heel veel van leren in ons leven met Jezus. Wij weten natuurlijk dat Hij op de derde dag is opgestaan uit de dood. Maar dat wisten zijn volgelingen nog niet. En zo is het ook in ons leven. God weet al wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ook al zien wij dat niet. Ik vind het heel mooi hoe God ons oproept om twee dingen te doen. Zijn woord gehoorzamen en Jezus eren. Hij vraagt ons om onze focus te verleggen van onze wanhoop naar Hem. Deze verschuiving van focus betekent niet dat meteen al onze problemen zullen verdwijnen. Maar het zet ze wel in perspectief. Wij mogen de Bijbel lezen en in praktijk brengen. En Jezus aanbidden. Liederen zingen, bidden en Jezus danken voor wie Hij is. De volgelingen van Jezus konden dat op het moment dat hun hele leven instortte. Ik denk niet dat dat makkelijk was. Maar ik geloof dat ze tijdens de mooie momenten in hun leven Jezus zo vaak hadden zien werken, dat ze op de moeilijke momenten nog steeds op God durfden te vertrouwen. Ze durfden Hem te eren en de Bijbel in praktijk te brengen. Dat is ook een hele mooie uitdaging voor ons. Jezus eren in de mooie momenten, zodat we in de moeilijke momenten nog steeds op Hem durven te vertrouwen.